my god! Oh! Oh mijn god, ze wordt... Oh my god, zien jullie dat? Hoi, ik ben Roy. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag, het is weer verdomme zondag. En jullie weten wat voor tijd het is. Het is tijd voor Elle Mozzarella zondag. Hey! Vuisten voor de borst. Vuisten voor de borst. Het is eventjes een tijdje geleden dat we Elle Mozzarella hebben gespeeld, jongens. Oh my god, het spijt me zo. Oh jongens, echt, het spijt me enorm. Ik weet niet waarom. Ik had er wel zin in. Maar ik had er geen tijd voor om op te nemen. Dus vandaag is Elle Mozzarella weer terug. Op de buis. Of nee, op de tubes. Je weet het zelf. En vandaag gaan we heel veel doen, jongens. Ik heb plannen, jongens. Ik heb plannen. Je wil niet weten. Ten eerste wil ik even zeggen, ik heb mijn haar niet gedaan. En het boeit me nul. Zie je dit? Het boeit me nul. Oh, yeah. Vuist voor de borst. Even de schouders ontspannen. Nou, dit is het richting. Naar voren. Schuin. Uit. En laag. Dus ik heb vandaag scheid aan mijn haar. En weet je wat er ook is? Buddy heeft ook scheid aan ons. Die scheid wil die scheidbak vol. Ik heb jullie reactie natuurlijk gelezen. En jullie zeggen heel vaak van... Ja, maar Roy, er is ook een automatische scheidbak. Verschoner. Dus die gaan we nu eventjes kopen met ons groot budget van 1 miljoen. Ja, ik ben gek, denk ik. Deze automatische zelfrijdige kattenbak heeft een nieuwste robotsensortechnologie. Heel mooi. Hij is prachtig. Weg met die vieze gorgendrol. Hey! Nou, nu hebben we de kattenbak gefixt. Ik ben helemaal hartstikke blij, jongens. Ik moet er gewoon even een slokje van drinken, hoor. Ik sta helemaal droog. Ben niet droog te feunen. Nou, ik heb er vandaag echt ontzettend veel zin in. En ik heb al jullie reacties ook gelezen over Buddy. Dat Buddy rode pootjes had. Nu zie ik dat Buddy dat nu niet meer heeft. Oh, Buddy gaat met de duim spelen. Kijk nou. Kijk. Oh my god. Wat heeft hij gevangen? Nee. Heeft hij een duif gevangen? Jongens, kijk wat hij in zijn bek heeft. Hij neemt allemaal veren mee. Oké, we moeten even zeggen dat hij dat niet mag doen. Maar wat we dus eventjes gaan doen in deze aflevering. We gaan met Buddy en met iemand gaan we eventjes naar de dierenkliniek. Dus ik ga even reizen met Buddy, want dan gaan we eventjes... Oh, wacht. Moment. Oké, laat maar, Sims. Nou, we gaan nu met B. Mozzarella gaan we gezellig op stap naar de dierenkliniek. Alleen het grappige is... het is heel grappig, hoor. Oh nee. Het grappige is, Buddy heeft nog nooit B. Mozzarella... elkaar de hand geshaked. Elkaar ontmoet. Dus dat is best wel kloten. Even zien. Nou, we zijn er. Ik wil een afspraak maken. Buddy inschrijven voor castratie. Nou, gaan de ballen eraf. Gekke tilbal. Oké, Buddy inschrijven voor ziektegenezing. Dat moeten we wel eventjes doen. Oh, je voelt zo ongemakkelijk, B. Nou, je hebt even pech, want je moet het even nu gaan doen. Echt heel vies. Hier liggen hier een dierenarts te slapen. Oké, wacht op de dierenarts. Er komt zo een dierenarts om je ziekenhuisziek te onderzoeken. Eventjes geduld. Nou, dan ga ik toch even lekker de vissen voeren of zo. Vis kopen. Je kan hier een vis kopen, hè? Oh mijn god, we kunnen een ruppie kopen. Heerlijk. Pimpy. Nou, is hier nog wat te vreten of niet? Oh, het zijn dierenvoorwerpen. Niks voor mezelf. Oh nee, het zijn allemaal kattendingetjes. De gloedhete kaneelkleefsnoep. Nou, dat klinkt als muziek in mijn oren. Een willekeurige poepgenerator. Deze lekkernij doet precies wat je denkt dat hij doet. Voer het aan je huisje en kijk wat er aan de andere kant uitkomt. Nou, daar moet ik er wel een paar van hebben. We kunnen hem lekker blijven scheten. Heerlijk, jongens. Nou, dat ga ik maar eventjes doen. Ik ga even deze bak vullen. Want ja, de dierenarts doet het niet. Dan ga ik even met mijn vuile blote handen het even doen. Zijn we aan de beurt? We zijn aan de beurt, jongens. Wat spannend. Of niet? Oh ja, we zijn aan de beurt. We zijn aan de beurt. Kom op, hup. Oh, ik ben benieuwd wat er gebeurt met Buddy. Oh... Buddy, rustig maar. Het komt helemaal goed. Oh, Buddy is een beetje bang. Wat gaat zij doen? Terug naar actieve kabel. Ben jij helemaal het lablazeris of zo? Dus lig hier een kat van jouw huid. Oh my god, hij wordt gescand. Oké, nu moeten we gaan betalen. Buddy lijkt brandende pootjes te hebben. Aan welke behandeling geef je de voorkeur? Een eenvoudige behandeling. Genees je dier met effectieve, maar iets wat oncomfortabele behandelingsmethode. Een dure behandeling. Beknibbel niet op kosten en genees je dier met de beste medicijnen die er zijn. Of doe niks. Maar natuurlijk gaan wij gewoon de dure behandeling doen. Want ja, Buddy is wel onze schat. Leg van die lekkere worsten neer in de poepbak. We gaan gewoon de dure behandeling doen. Hoppatee.
Lekker duur. Kijk, één chippy en je bent klaar. Nou, volgende. Kassa 3, alsjeblieft. Kassa 3. Nou, dat was eigenlijk super snel. Oh. Oh, oké. Ja, leuk. Even wat sit-ups doen. Bij de dierenarts. Ja, ja. Ja, zou ik ook doen, jongens. Weet je wat? Ik ga het nu gewoon doen. How about that? Beenspieroefening. Namelijk op één been een beetje doorzakken. Dus misschien heeft u er wel een stoel bij nodig. Agnes laat zien hier in de studio hoe dat gaat met de stoel. Gewoon even wat sit-ups, jongens. Ik doe dit nooit, dus ik ben er niet goed in. Nou, ik heb mijn sportiviteit van de week, of nou ja, ook wel van de maand ook weer gehad, jongens. Ik hoef niet meer te sporten vandaag. Helemaal top. We zijn nog even naar het toilet geweest, want ja, dat kost hier geen reet. Ik weet niet wat Buddy allemaal doet, maar hij heeft het super naar zijn zin. We gaan weer lekker naar huis, want we hebben het hier gehad. Dag, dankjewel. We hebben de hartstikke dure rekening al betaald natuurlijk. 750 simoleon. Kating. Dus dat was, fijn. Zo'n leuke rekening. Maar ja, Buddy is wel helemaal weer goed. Wat heeft deze hond? Het is een Rudolph Red-Nosed Reindeer. Ach, kind toch. Wat heb je nou gedaan met je snuit? Heb je te veel geurkaarsen lopen ruiken, joh? Net zoals ik? Dan krijg je ook een rode neus van door. Oh. Nou, we zijn gelukkig naar de dierenarts gegaan. En alles is weer goed met Buddy, gelukkig. En voor de rest had hij verder niks dan zijn brandende pootjes. Ik weet niet wat hij heeft met die pootjes gedaan. Maar ja, het is toch zo'n heet ding. Dus ja, krijg je zo brandende pootjes als je zo'n lekker ding bent, natuurlijk. Maar we gaan niet de ballen eraf halen, hoor. Weet je, ik wil kittens hebben. Lijkt me hartstikke leuk. Weet je wat we trouwens gaan doen? We gaan even tussendoor. Gaat Ella... Dat vind ik wel een hele goeie. Want ik zei laat een keer... Nou ja, laatst... Oh... Even tussendoor. Bedorven mozzarella zit weer met haar tengels in de pot. Gadverdamme. Vies schorkind. Peuter controleren. Ja, ga dat maar eens even doen. Misschien heeft hij wel wormen. Zit een beetje met zijn tengels. Met zijn vieze blote kalknagels in de pot. Gadverdamme. Oké, nou. Wat ik dus net wilde zeggen. Is dat ik. Even kijken. Wat wilde ik doen? Ik wilde kijken. Ik wilde bestellen. Nou, ik wil geen. Waar stond dat ook alweer? Hoe je een dier moest adopteren. Waar stond dat nou ook alweer? Oh my god, I don't know. Oh nee, jongens. Kijk, we kunnen geen hond of kat meer adopteren. Omdat we te grote familie. Nee. Oh, dat wil ik niet. Wat is dit? Een massagetherapeut? Je hebt een massagetafel nodig om deze dienst in te huren. Nou, ik ga daarheen kopen hoor. Die mag lekker even mijn rug even doen hoor. En een vuist voor de borst hoor. Nou, ik heb gewoon even een massagestoel of zo'n tafel in de ding gezet. In de gang. Staat een massagestoel in de gang. Ja, ja, een massagestoel in de gang. Een service sim ingehuurd door Ella is onderweg. Helemaal goed. Ik ben benieuwd. Ik laat al eventjes lekker mijn borsten laten masseren. Heerlijk, jongens. Kom maar door. Kom maar door, met je pomodoro. Nou, waar blijft die masseus? Waar blijft die masseus? Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik wacht hier al een uur. Oh. Er komt iemand. Aya Siddiqui. Die gaat eens even lekker mijn rug lopen krabben. Helemaal leuk. Oh, ze doet al zelf open. Ook zo fijn dit. Oké, nou, we zijn nog even naar het toilet. En daarna ga ik lekker liggen met mijn blote kanus. Een vruchtbaarheidsmassage krijgen. Nou, dat klinkt echt goed. Weet je, ik ken nog wel nog een kind krijgen. Godvernonnie. Bedoel, is uitgehongerd. Zodat je haar snel wat eten geeft. Sorry hoor, maar ik heb hier toch een au pair lopen, hè? Verdomme zeg. Moet ik dat kind weer eten geven? Eten geven uit inventaris. Ik heb nog pompoenknokkie. Hij is wel bedorven. Nou, weet je wat? Geef maar. Jongens, ik heb trouwens... vorige week voor het eerst knokkie op. Het heet Nokkie, ik weet het, maar het is bloedje lekker. Oh my god. Oh jongens, kijk hoor. Ze krijgt een lekkere massage hoor. Heerlijk jongens, neem ruim. En wat de hel, Lars Tomasen, wat de hel doe jij hier nou weer? Nog een keer, dit staat nergens op. Hey, wat gaat Lars nou weer doen? Hij neemt mijn kind in beslag. Oh my god, wat de hel. Ik moet dat eten even geven, meneer Lars Tomasen. Wat doe jij hier? Ga lekker naar je kutkraam. Heb ik het eten nou gegeven of niet? Oké, gaat ze het nou doen? Tosti eten. Nou goed zo, ga jij even je tosti lekker eten in bed. Kan dat? Kan dat echt? Bewusteloos raken? Wat de hel? Wat? Nee! Wat de hel, wat doet ze nou? Oh mijn god, ze loopt weg. Ze zet hem neer en dan gaat ze bewusteloos raken. Ik denk, bitch, no. Hé, maar ik heb hier verdomme een au pair lopen. En dat beest, of nee, bedorven mozzarella, gaat bijna dood. Wat de hel? Ga nou je freaking tosti eten. Jongens, oké. Ze eet in bed. Jongens, letterlijk, Mido. Me. Even, ik snap dit kind niet, hè. Dat kind gaat spelen met eten.
Terwijl die freaking honger is. Oh, en luier gebruiken. Dus die zit lekker vol. Kijk maar, de blaas gaat omhoog. Ze is weer heel boos. Wat zit je nou te zeiken, joh? Gaat ook nooit goed in het huizen, mozzarella. Echt niet. Want kijk, wat me ook alweer opviel, jongens. Het koffiezetapparaat is ook kapot. Want er komt stroom vanaf. Dus letterlijk alles gaat mis. Alles. Het gaat weer allemaal mis. Want kijk, deze zijn allebei heel goor. Die zijn helemaal vies. De muziek staat bloedje hard. Het is 12 uur. Zet die muziek uit. Klaar ermee met die herrie. Ik moet er vandoor. Bel ons gerust als je nog een keer massage wilt. Nou schat, dankjewel. Ik heb geen gedag gezegd voor de rest, maar het is oké. Wat de hel gebeurde daar? Zagen jullie die handen? Wat de hel is dit? Huh? Oh my god. Oh. Oh mijn god. Ze wordt... Oh my god, zien jullie dat? Oh mijn god, oké. Nee, boommozzarella, nee. Boommozzarella heeft een demon in zich. Jullie zagen het met jullie eigen ogen. Oh my god, I'm shook. Bitch, I'm quaking, I don't know. Oh, ah, oh, wat schattig, kijk. Wat, oh, de, huh? Wacht, boommozzarella is neergevallen terwijl ze het bedorven vast had. Jongens, wat is er aan de hand in het huis? Oh mijn god, ze liggen nu letterlijk allebei te planken op de vloer. Dit is zo vreemd. Maar kijk, ook... Wat de hel? Het grappige aan heel deze familie is... Of ze ligt te slapen, of ze zijn heel boos... Of ze zijn heel ongemakkelijk. En zelfs de au pair loopt nu met een beker... Met weet ik veel. Wat heb jij nou weer vast? Wat voor drink heb jij nou weer vast? Melk, die bedorven is. Nou, ja, drink smakelijk, schat. Echt, deze familie, jongens. Deze familie is echt bijzonder. Echt, ik heb dit nog nooit... Zo erg meegemaakt. Ze kunnen echt niet voor zichzelf zorgen. Het is niet normaal. Ik kan er ook wel van genieten. Nou, heel de familie die liggen alweer lekker te slapen. En dat betekent dat dit ook weer een beetje het einde is van deze video. En je moet niet getreurd zijn, want ik wil nog eventjes wat gaan vertellen aan jullie. Wat ik volgende aflevering weer ga doen. Dus wat volgende week zondag online komt. En dit keer zal het echt weer online komen, jongens. Ik wil het gewoon elke zondag weer gaan doen. Ik vind het zo ontzettend leuk. En ik heb een heel erg leuk plan voor volgende week. Jullie weten onderhand dat Ella Mozzarella die is heel slecht in de liefde. Of nou ja, of ze heeft iemand... En die is niet zo lief voor Ella. Het is heel erg zielig. Bijvoorbeeld Lars Termaas, daar had ze een relatie mee. Een kind nu onderhand. En die kwam nooit langs of deed lief of iets dergelijks. Wij moesten altijd alles doen en dat vond hij ook niet leuk. Was vreselijk. De jongen daarvoor, Akito Yamato, was ook echt een klootzak. En die hebben we zelfs vermoord. Het was echt vreselijk. Maar ja, en volgens mij hadden we ook nog een jongen daartussen. Maar het liep allemaal niet lekker. En wat me wel opviel, is dat bijvoorbeeld Penny Pizza is echt een schat van een mens. Het is geweldig. Zij is ook superleuk en het gaat gewoon goed. En we zijn beste vrienden. Maar misschien zijn we nog wel meer dan beste vrienden. Ik wil namelijk volgende aflevering met Penny Pizza op date gaan. I'm quaking, girl! Dus ik ben super excited voor volgende week. Ik kan zelf niet wachten. Ik denk dat ik dat hierna opneem. Want ik heb er zoveel zin in. Dus Ella Mozzarella komt gelukkig weer een beetje terug. Sorry dat het eventjes een paar weken weg was. Het komt door ja, gewoon de drukte. Maar nu gaat het wel weer een stukje beter. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hopelijk kijken jullie uit naar de volgende aflevering. Ik kijk er zeker naar uit. Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken voor deze video. Als je het leuk vond, even een duimpje op deze video. En als je het niet leuk vond, doe even nog steeds. En hopelijk zie ik jullie volgende keer met een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en bye bye!